De opname te starten. En die is gestart. We gaan het natuurlijk hebben over Termis en Radar. Dat hebben we de vorige keer gezien, maar nu gaan we het zien hoe is dat geïntegreerd in Xcentral. We gaan wat zeggen over Intercom, wat over ANPR. Natuurlijk toegangscontrole, want dat is het liefdeskind van Ramon, als ik het zo goed zeg. Ja. En natuurlijk de temperatuurscreening die we kunnen combineren met access control, wat ook heel interessant is. Dan zien we op de volgende slide inderdaad zien we een heel moeilijk en ingewikkeld overzicht. Maar volgens mij vind jij dat niet. Nee, klopt. Hetgene waarom ik wil graag een stukje wat meer laten zien over Xcentral, dat is ons softwarepakket. Voorheen altijd bekend als een VMS, een video management systeem. Maar ondertussen zien we dat dat video management systeem wel wat meer uitgroeit naar misschien wel een SMS systeem, een security platform. Want we kunnen namelijk radar, inbraak, toegangscontrole, intercom, je kan eigenlijk alle functies kan je zeg maar integreren in een security platform. En nou zijn er natuurlijk ook genoeg systemen en we werken ook graag met andere partijen die SMS systemen leveren. Zoals een WinGuard, een Skywalker, ook hartstikke mooie systemen. Maar we kunnen ook binnen Xcentral kunnen wij het een en het ander tonen. En juist die integratie, ik vind een heel mooi moment om dat ook eens een keer te laten zien wat we gewoon met ons eigen pakket kunnen doen. Ja, ik denk dat de live demonstratie inderdaad, zien is altijd geloven, dat werkt zo. Dus om het heel kort samen te vatten, om die hele grote schematische overzicht terug te brengen tot een hele simpele visual. We hebben CCTV, toegangscontrole, bezoekersregistratie, alarmafhandeling. Wat nieuw is nu, is ook intercom en dat gaan we dan zo live zien. Dat kan allemaal gecombineerd worden, of het nou op de mobiele app is, op je tablet, op je laptop of je desktop. Het is heel toegankelijk, zo kunnen we denk ik zeggen. Ja, klopt, inderdaad. Xcentral, bestaat eigenlijk uit twee delen. Dat is een weblogin, waarin je apparaten kan aanmaken. Je kan de controllers voor de toegangscontrole programmeren, de rechten geven aan de personen die in mogen loggen. En een gedeelte, zoals je aan de linkerkant ziet, dat is de control client. Dat is ook meer voor de gebruikers om te kijken, terugkijken, rapportage eruit halen voor personen, wie is er aanwezig, het beheren van de slagbomen, etc. Dus die twee delen zijn er. En vandaag gaan we alleen de linkerzijde, dus alleen wat ziet nou die eindgebruiker, dat is hetgeen wat we laten zien. Oké. Inderdaad. Nou, dan hebben we natuurlijk gezien, we zijn even met Xcentral gestart, omdat alles waar we het zo dadelijk over gaan hebben geïntegreerd is in dat ene platform. Dus daar is waar alles samenkomt. En dan zien we hier een praktijksituatie. Dus we zien hier een gebouw. En we gaan dat gebouw gaan we beveiligen uiteraard, maar we gaan dat ook makkelijker maken voor de gebouwbeheerder om het gebouw te kunnen beheren. En we beginnen met perimeterprotectie van de buitenste schil en we gaan steeds verder naar binnen, totdat we binnen in dat gebouw bij de receptie, in een kantoor zitten. Wat kunnen we daar doen? Hoe kunnen we het leven van zo'n gebouwbeheerder daar makkelijker maken? Nou, jij gaat nu beginnen met de perimeterbeveiliging natuurlijk. En dan zien we hier een overzicht van. Ik ga alleen maar eventjes de verschillen aangeven. In eerste instantie perimeterdetectie, dan denk ik aan thermische camera's. Om even aan te geven waarom je het beste zo'n thermische camera kan gebruiken, is omdat die in wat slechtere omstandigheden buiten, bij bijvoorbeeld mist of bij complete duisternis, dat die camera's dan nog steeds werken. En voorheen hadden we motion detectie op camera's, later hebben we AcuSense camera's, maar nog steeds alles gebaseerd op het beeld wat die camera kan genereren. Dus als die camera niks meer ziet, geen algoritme wat meer werkt. Ja. We werken ook veelal samen met andere softwarebedrijven zoals een AgentVI, Foxstream, ASIC, intelligentie op onze camera's, om nog een betere algoritmes te krijgen, zodat we kunnen zien, is het een persoon of een voertuig? Want dat is natuurlijk heel interessant. Te weten, wanneer komt er iemand op mijn terrein? En daarom dus de alarmeringen te doen. Ja. En de flow, zoals jullie hier ook zien, wanneer er iemand al over het hek klimt, dat is nou juist een aangelegen moment om bijvoorbeeld al zo'n videomeldkamer of een andere meldkamer daarbij te betrekken. Want die hebben dan namelijk nog de kans, voordat ze in het pand zijn, om te alarmeren. Nou, dat kunnen we tegenwoordig ook met een livespreker, een IP-speaker, in combinatie dus met de thermische camera's. Wanneer er iemand zo'n lijn overschrijdt, krijg je dus direct het alarm te zien. Hoe ziet er dat nou uit in Xcentral? Je krijgt een pop-up op het moment dat iemand zo'n lijn overschrijdt. En in die pop-up, daar staat dan het fragment, als het wordt opgenomen, wat het alarm veroorzaakte. En dat is een heel groot punt voor thermische camera's, dat je ook direct ziet
wat het alarm veroorzaakt. Bij elke andere alarm, hekwerkdetectie of met pirren, alle andere mogelijkheden, dan nog steeds moet je kijken, wat heeft het nou gedetecteerd? Ja. Zowel de video als naar het live beeld, je kan dus direct schakelen. Ja. Ja, dat helpt natuurlijk enorm inderdaad. En dan hebben we, tijdens is nog steeds, we hebben beeld. Dat is met radar iets anders volgens mij. Dat klopt, dat is een andere manier om je perimeter te beveiligen. We hebben twee verschillende radar. Eentje van 120 meter ver, 120 graden openingshoek. En eentje van 60 graden openingshoek, 60 meter ver. Ja. Dat is meer voor het volumetrisch kijken. Dus perimeterdetectie aan de buitenkanten met thermische camera's. Of als het volumetrisch kan, dan kunnen we dus bijvoorbeeld het parkeerterrein gaan bekijken. Maar dan met radar. Het voordeel van radar is dat je in Hicks Central aan de linkerzijde een overzicht kan maken van jouw eigen pad. Bijvoorbeeld met een zelfgemaakte achtergrond of de koppeling met Google Maps. Dus Hicks Central ondersteunt dat ook. Okay. Aan de linkerzijde zie je dan dus vervolgens een puntje, een rood puntje op jouw onderlayer. En aan de rechterzijde zie je dan één bestuurbare camera of meerdere die allemaal de persoon gaan volgen. Zoals je dat hier bij deze kan zien, ik zal heel even het geluid uitzetten, is dat je meerdere radarsystemen kan gebruiken bij een bedrijf. En de persoon wordt dus gevolgd, zoals je nu ziet aan de rechterzijde, door één of meerdere camera's. Dus die kan je linken aan elkaar. Ja, nee, dus inderdaad heel gaaf om dat zo te zien. Ja, dat je natuurlijk die meerdere systemen zo aan elkaar kan koppelen. En zo kan je inderdaad een sluitende perimeter creëren natuurlijk. En dat is wel zo belangrijk voor je perimeterbewaking. We zijn de buitenschil voorbij en we willen naar binnen. Want we mogen naar binnen. En hoe weten we dat? Dat komt door de toegangscontrole barrière die er voor de auto's staat bij de meeste parkeerplaatsen, zo kan ik het beste zeggen. Daar hebben we natuurlijk kentekenherkenning, maar voordat we daarover gaan praten, hebben we er natuurlijk ook intercomsystemen voor. Want vaak zit er in die slagboom een intercom, gaat de slagboom niet open, dan moet je nog wel contact kunnen krijgen met iemand. Nou, voor die hele intercom range, daar gaat Ramon nu wat over vertellen. Klopt. We hebben een modulair intercomsysteem, dus modulair opbouw op te bouwen, voor zowel IP als over tweedaags. En nou staat er wel bij old apartment. Het kan inderdaad gebruikt worden wanneer je gewoon niet zoveel aders hebt richting bijvoorbeeld de buitenpost. En wat vroeger was dat niet zo, dan kon je met een paar aders een intercom aansluiten. Zowel de tweedraads als de IP, beide, uiteindelijk is het wel IP wat er overheen gaat. Dus tweedraads zou je ook gewoon kunnen gebruiken op het moment dat je een buitenpost hebt en je wilt dat je netwerk niet buiten ligt. Dus dan, op dat moment kan je ook beter een tweedraads systeem pakken. Maar het leuke is, je kan het namelijk ook gewoon combineren. Dus tweedraads met IP, het IP-gedeelte op een switch en uiteindelijk dus die tweedraads converter, die distributor, die kan je ook gewoon op het netwerk aansluiten. Zo maak je één compleet systeem. Wat je hier rechtsonder ziet, dat is een secured module, zoals we dat noemen. Dat is een kastje wat je aan de beveiligde kant van de deur kan zetten. Zodat je vanaf die kant de deur kan openen. Voor een slagboom is dat niet zo'n probleem. Hè, want dan kan je net zo goed onder de slagboom doorkruipen. Maar als er nou bijvoorbeeld een voordeur is of een bedrijfspand. Dan wil je niet dat als iemand de intercom naar de buitenkant losmaakt. Dat je dan direct naar binnen kan. Dus met zo'n secure module hou je het aan de beveiligde kant. Oké, duidelijk. Hier zijn een aantal dus modulairs op te bouwen. Het begint altijd met 1x1, een cameramodule, 180 graden beeld wat eruit komt. En zowel inbouw als opbouw te verkrijgen met diverse randjes die je daarvoor kan gebruiken. Hier zie je dan nog een aantal modules die je daarom kan gebruiken. Bijvoorbeeld een kaartlezer, een live kaartlezer die erin kan. Of een button module, dus als je wel maar een aantal appartementen hebt. Rechtsonder een display module. Dat als er heel vele appartementen zijn, dan kan je dus met de pijltjes toetsen scrollen door de appartementen en zo snel gaan bellen. Nou, okay. Wat ik wil laten zien is hoe je dat dan kan opbouwen. We hebben namelijk een tools.hikvision.com. Het is een website waarbij we een intercom designer hebben gemaakt. Wanneer je naar deze intercom designer gaat, dan kan je je intercom zelf opbouwen. Oké. Bijvoorbeeld een commercieel gebouw
Kies even bijvoorbeeld voor een IP-systeem en kan het dus modulair naar de volgende pagina toe om het op te bouwen. Als ik hem opbouw, gaan we meteen even naartoe. Dan heb ik hier aan de linkerzijde de modules die ik heb gekozen. En vanaf hier kan ik dus gewoon zelf kiezen welke modules wil ik erin zetten. Wil ik hem inbouw hebben, wil ik hem opbouw hebben, wil ik een regendakje, etc. Nou, uiteindelijk als je al die modules hebt gekozen en het systeem leidt je er doorheen, dan krijg je uiteindelijk een PDF, kan je eruit halen, zodat je exact ziet wat de benodigdheden zijn voor de intercom. Zelfs eventueel aan te passen met een eigen gemaakt icoontje. Oké, ja. En zeker het feit dat je je eigen logo er natuurlijk aan toe kan voegen, is het gewoon net alsof jouw bedrijf direct aan jouw eigen klant zo'n heel mooi PDF-bestand heeft klaargemaakt. Het ziet er extra professioneel uit, denk ik. Dus het is een goed hulpmiddel. Ja. We hadden het net al even over de ANPR-mogelijkheden natuurlijk. En dat kunnen we, dat weet iedereen denk ik wel. Maar hoe ziet het nou echt precies uit in Hikcentral? En daar ga jij nu een live demonstratie van geven. Ja, klopt. Ik heb hier een intercom. We gaan even kijken hoe het dan eruit ziet in Hikcentral. Ik heb een platte grondje voor me. En daarbij zie je een icoontje van een intercom staan. Het is nou juist leuk als je meerdere intercoms hebt, dat je gewoon ziet in je pand waar wordt er nou aangebeeld. Ik druk al eventjes op de knop van de intercom. En je ziet, zelfs met audio erbij, dat het icoon van de intercom en je ziet in dit geval ook de oproep komen met het beeld erbij. Ik zal even zwaaien voor de camera, dus iedereen dat het gewoon echt live is wat ik doe. Heel goed, Roman. Ik kan de intercom beantwoorden. Ik kan eventueel dus de deur open doen. Logdoor. De door is open. Kan ook trouwens Nederlandstalig worden. En ik kan dus mijn oproep weer beëindigen. Dus op deze manier zie je in ieder geval waar dat het is. En wie er aanbelt. Oké. Okay. Ook vanaf de icoon. Vanaf hier kan ik dus direct het camerabeeld openen. Ik kan dus de deur schakelen. Alles vanaf de plattegrond. Oké. Okay. Ja, het is inderdaad mooi om het zo geïntegreerd te zien in Hikcentral natuurlijk. Dat je, we hebben het net al gehad over die verschillende systemen. Nou, hier zie je dus hoe je verschillende intercoms in een groter pand toe zou kunnen voegen. Had het net al even over ANPR. Ik was mijn beurt voor, merk ik nu net. Maar kunnen we natuurlijk ook de kentekenplaatregistratie. Ja, dus vaak wordt dat gebruikt bij bedrijfspanden. Het kenteken wordt van tevoren ingelezen. En op het moment dat die auto dan langskomt, dan gaat de barrière daadwerkelijk open. Nou, dat klinkt allemaal heel mooi, maar hoe ziet dat nou eruit in Hikcentral? Ja, in Hikcentral, misschien even toevoegen dat zowel bij de intercom, als je daar dus een kaartlezer in hebt zitten, wordt eigenlijk meegenomen in de toegangscontrole. Dus alles vanuit Hikcentral is zelfs ook dus te programmeren. Met parkeermanagement, twee verschillende oplossingen. We hebben LPR en we hebben een klein stukje parkeren. En ik zal jullie nu ook gewoon laten zien in Hikcentral hoe dat al zit met een stukje LPR en een stukje beheer van de inritten en de uitritten. Oké. Schakel weer even over. Zo. In dit geval zal ik eventjes het beeld erbij pakken van de LPR-camera. Ik heb hier een hele mooie vensterbank en ik heb speelgoedautootjes. En ik wil gewoon graag laten zien hoe ziet het er nou uit als iemand met zijn auto aankomt gereden. En dan pak ik even mijn Porsche. Jouw eigen Porsche erom. Event. Nou, als je linksonder kijkt, daar zie je ook al, het is nu 10:15 dat we dus nu net een event hebben binnengekregen. Met het kenteken SDA534. Die is dus net binnengekomen. We kunnen direct vanaf hier ook zoeken op het kenteken. Dus als ik gewoon eventjes gewoon ga zoeken, dan kunnen we dat ook zien. SDA 534 is net binnengekomen en kan ik ook direct naar het voertuig toe, want ik heb misschien daar nog wel meer informatie over nodig. Zo kan je kijken, terugkijken en dus het kenteken nog een keer zien, hoe is het nou gelezen en wanneer kwam die binnen. Uiteraard kan je dit ook weer exporteren en dergelijke. Dus ja. Dit is de manier, de LPR. Wat we ook kunnen, is niet alleen maar LPR, maar we hebben in Hikcentral een andere module zitten. Dat heet Entrance and Exit. We hebben namelijk ook beheer van inritten en uitritten. En die kunnen we ook weer koppelen aan de intercom.
Dus als de, zowel beide dus weten op het moment dat je binnenkomt. We kunnen zelfs automatisch de slagbomen openen op het moment dat je dus bij zo'n inrit staat. Dat kan uiteraard ook gewoon met LPR, zorgen dat we hier binnen worden gelaten. En in dit geval weten we dus de inritten en de uitritten. En zo aan de rechterkant kan je zien dat we nu nog 39 parkeerplaatsen over hebben van de 50. Ook deze tellers, die zijn dus instelbaar, dus je kan zelf configureren hoeveel parkeerplaatsen dat je hebt. Nou, toen ben ik net met mijn autootje hier ingereden en in dit geval kan ik dus eventueel mijn auto toelaten. En zoals je rechtsboven dadelijk zal zien, als ik hem toelaat, heb ik in plaats van 39, door is open, heb ik in plaats van 39, heb ik nog maar 38 parkeerplaatsen over. Zo kan je het doen dat zowel het personeel als bezoekers, dus je kan meerdere groepen maken, ook zelfs met verschillende kleurtjes, is dat je dus toegang kan verlenen aan bezoekers, die je dus handmatig toelaat tot je pand. En je kan er ook voor zorgen dat dus personeel automatisch door de slagboom wordt gestuurd. Eventueel, mocht je hem gemist hebben, je kan hier altijd naar de barrier control, kan je hem hier ook naar deze kant openen. Oké. Het leuke ook hiervan is weer, je kan dus weer gaan naar de eigenschappen van die auto. Oké. Ja, nee, ik denk dat dat een hele mooie introductie is in wat er allemaal mogelijk is in Accenture. En het gaat hier natuurlijk in vogelvlucht. Ramon heeft hier al wat dingetjes van tevoren ingesteld. Anders zitten we hier over een uur nog. Dat willen we natuurlijk niet. Maar de mogelijkheden in Accenture, die zijn er genoeg, denk ik zo. We gaan door naar het volgende onderwerp. Dus we hebben de auto geparkeerd. Alles is goed gegaan. We zijn binnengekomen. En nu willen we het gebouw in. Dus daar gaan we aan toegangscontrole en aan bezoekersregistratie doen. En dat kunnen op verschillende manieren. Ja, dat klopt. We hebben de toegangscontrole kunnen we op meerdere manieren doen. We hebben dus een gewone toegangscontrole met een controller. We hebben 1, 2 en 4 beurscontrollers. En zoals je in dit schema kan zien, is dat de lasers aangesloten kunnen worden via RS485 of via Wigand. Dus je kan op twee verschillende manieren aansluiten. Je kan direct je sloten erop aansluiten. Exit buttons, dus eigenlijk de hele aansluiting kan gewoon rechtstreeks op de controller. We hebben daaronder al een mooie connector box gemaakt. Dus als je de kast opent, dan zitten alle aansluitingen al netjes onderin. Dus je kan direct gewoon beginnen met het aansluiten netjes op een railtje van je lasers en dergelijke. Nou, samen met een card issuer kan je dus kaartjes toevoegen en alles binnen Hikcentrum. Zoals je hier ziet, de events die binnenkomen, die worden dus gewoon standalone ook bewaard. Dus mocht het netwerk wegvallen, blijft de toegangscontrole gewoon doorwerken. Behalve als je anti-passback over meerdere controllers, dan lukt dat niet. Wat je hieronder ziet, de aansluiting nog een keer. 1 deur, 2 deur, 4 deurscontroles. Dus 8 kaartlezers maximaal als je aan 2 kanten van de deur lasers plaatst. De meeste mogelijkheden voor de gewone, normale toegangscontrole zitten erop. Zo ook een interlock, wat je kan gebruiken bijvoorbeeld voor een sluisfunctie. Anti-passback, maar dus ook een cross-controller anti-passback, dus over meerdere controllers. Een first card authentication, et cetera, et cetera. Dan is het ook mogelijk om onze face terminals te gebruiken voor toegangscontrole. Deze kan je in principe standalone gebruiken. Dus de database staat in de controller. Die kan je dus ook rechtstreeks aansluiten op Accenture. Nou, daar zijn verschillende modellen. Je hebt de kleintjes die helemaal onderin staan, tot ongeveer een 1500 gezichten. En naarmate je naar de professionele gaat, krijg je en wat meer functionaliteiten erbij. En meerdere gezichten kunnen daarbij ingeladen worden. Het is te combineren met fingerprint bijvoorbeeld. Maar er zit ook QR-code lezing op, een intercom functionaliteit. Dus ook die gezichtsherkenningsterminal heeft al meerdere dingen. Dus niet alleen maar voor toegangscontrole. Okay. Gaan we eventjes naar de receptie. Wat gaat die dan doen? Kan het bijvoorbeeld bezoekers aanmaken om te registreren. En daarbij kunnen we dus zelfs de QR-codes geautomatiseerd door laten gaan. Dus geautomatiseerd QR-codes genereren, zodat jouw bezoekers ook toegang kunnen krijgen tot je pand. Nou, zo'n receptioniste kan uiteraard vanuit haar plek ook zorgen dat de toegangscontrole gewaarborgd blijft. En dat iedereen
erdoor kan of juist wordt tegengehouden. Nou, samen met Digital Cynics kunnen we zelfs voor de bezoekers, als die aan het wachten zijn, ook nog content tonen die voor hun interessant zijn. Goed, dan ga ik eventjes weer terug naar het live. We krijgen weer een mooi demo te zien. Ik Central. Ga eventjes terug naar monitoring en laat ik eventjes de plattegrond zien. Ik ga beginnen met de deuren. Ik heb een aantal deuren heb ik toegevoegd, de face terminal en de voordeur. Ik heb een camera icoontje en je ziet ook dat wij aan kunnen geven waar die camera naartoe kijkt. Aan zo'n deur icoon, je ziet er eigenlijk twee. Je ziet de deur en je ziet onder het slotje. Het slotje wat eronder zit is op het moment dat ik hem open maak. Ik heb mijzelf al toegevoegd aan de controller. Ik zal jullie eventjes het beeld geven van de face terminal, zodat kunnen jullie mij ook zien zitten. En ik heb hier dus achter mij dus zo'n controller. Op het moment dat ik mijzelf toegang verleen, dan zie je aan het slotje dat de deur wordt geopend. En dat uiteraard de deur weer wordt gesloten. En dat is echt het fysiek, het openen van het ontgrendelen van het slot. Als ik nu het slot ontgrendel en ik ga ook de deur open doen, dan zie je dat de deur dus wordt geopend en dat deur ook open staat. Dus het deurcontact in dit geval zie je ook. Nou, blijft nu ook nog de deur te lang open, dan zou je daar ook bijvoorbeeld alarmen mee kunnen genereren, zoals nu binnenkomt. Nou, wat je kan zien, je kan direct naar het live, als deze was opgenomen, kon je gelijk het afgespeelde fragment zien. Ik kan direct naar de map gaan waar dat icoon op staat. Dus alles binnen HikCentral is aan elkaar gekoppeld, zodat je kan zien waar het alarm zich heeft voorgedaan. Oké, dan het volgende. Deur te lang open hebben we dus al gedaan, dus de alarmen die kan je zelf genereren hoe je het wil hebben. In dit geval gaan we nu nog een keertje, want je zag net ook al een icoontje komen op het moment dat ik mijn pas aanbood bij de deur. En zoiets zou je dus bij de personeelsleden kunnen doen, maar zou je eventueel ook voor bezoekers kunnen doen. Voor personeelsleden, ik heb mij dus al toegevoegd aan het systeem. En je ziet ook al als ik toegang krijg, dat er dus een klein fotootje wordt getoond. Nou, dat fotootje, daar wil ik heel even uitleggen hoe ik dat heb gedaan. Het is namelijk zo dat ik hier op mijn harde schijf, ga ik heel eventjes naar de tempfile, zo, heb ik een grote foto van ongeveer 2 MB uit 2014, dat ik hier in de zomervakantie een lekker biertje aan het drinken ben. Ziet er goed uit, Ramon. Ik heb alleen mijn hoofd uitgekropt, dus uiteindelijk heb ik een klein fotootje van 12 kb met alleen datzelfde fotootje van mijn gezicht. Nou, en dat heb ik dus ingeladen in een face terminal. Gezichtsherkenningsterminal. Dat heb ik dus ingeladen en nu heb ik dus aan deze kant dus die face terminal staan en je kan zien als ik mijn hoofd hierbij aanbied, ga ik nu doen, authenticated, dat ik dus daar ook toegang krijg. Ik kan dus gewoon als een toegangscontrole lezer zorgen dat ik het helemaal van A tot Z programmeer wie mag waarin. Voor de bezoekers, die wil je natuurlijk niet dat hun ook de gezichten zeg maar af moeten geven om toegang te krijgen tot je pand. Die gezichtsherkenning, terminal, die kan dus ook met QR-codes werken. Dus wat ik heb gedaan, ik heb een bezoeker toegevoegd. En automatisch kan ik via een mail zorgen dat een QR-code wordt verstuurd. Die QR-code, dat kan dus een kaartnummer zijn, die gekoppeld zit aan een fysieke kaart. Maar dat kan ook een zelf verzonnen kaart zijn. Bijvoorbeeld kaartnummer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wat ik nu ga doen, ik heb dus die QR-code, die heb ik gemaild en ik heb daar een foto van gemaakt en ik heb die foto op mijn telefoon staan. Ik zal hem even laten zien. En ik ga naar de terminal toe en ik bied nu als bezoeker mijn QR-code aan. Authenticated. En ik zie nu ook dat Martien Hogekamp dat die toegang krijgt tot mijn pad. Kan ik hier ook zien bij Access Control dat ik dus die toegang heb gekregen. Zo kan je dus ook jouw bezoekers toegang geven tot je pand. Maar ik wil eigenlijk ook graag weten, wie is er nou allemaal in mijn pand op het moment dat er bijvoorbeeld een calamiteit is gebeurd. Dus ik zal heel eventjes teruggaan naar mijn hoofdscherm. Zo.
Ik kan namelijk ook zoeken wie is er nou allemaal in mijn pand binnengekomen. En zoals je nu ziet, is dat er nu zeg maar 2 personen naar buiten zijn gegaan. En dan komt omdat ik hier heb gekozen voor all. Dus ik kan ook kijken van wie is er op dit moment aanwezig. Helemaal niemand. Bied ik even mijn pas aan bij de lezer. En dan zal je zien dat ik wel aanwezig ben in het pad. Wat je idee. Ik kan eventueel dus ook direct weer gaan naar de persoon toe. En daar de gegevens van halen. En zo kan je bij Calimiteit ook direct een lijst uitprinten of exporteren. Van alle personen die op dat moment in je pad zijn. Oké, gaan we weer terug naar de PowerPoint. Ja, ik denk dat het inderdaad een mooi overzicht is van of in ieder geval een kijkje in wat er mogelijk is qua toegangscontrole in Excentral. Want dat is aardig wat natuurlijk. En natuurlijk zeker het feit dat je met zo'n lage kwaliteit foto toch gewoon die toegangscontrole aan de hand van een gezicht kan doen. De QR-codes zijn denk ik heel leuk, want dat is redelijk nieuw volgens mij, Ramon. Dat zit er nog niet al te lang in. Dat klopt, ja. Dat is inderdaad vrij nieuw. Ja, dus het zijn toch functionaliteiten die, waarop je op meerdere manieren toegang kan krijgen tot een gebouw. Dus of het nou je badge is, of het nou je gezicht is, of je mobiele telefoon met een QR-code. Er zijn zoveel mogelijkheden. Ja, de QR-code lezing op zich, die zat er al wel in. Alleen nu hebben we in Excentral er ook nog bij dat we dus geautomatiseerd die QR-codes kunnen sturen. Ja, we gaan zo natuurlijk even kijken naar de Q&A-vragen ook. Maar ik zag net denk ik wel een interessante voorbij komen die toch belangrijk is om te benoemen even tijdens het webinar zelf. Iemand vroeg namelijk net of we de gezichtsterminals niet gewoon kunnen foppen met een foto. Nee. Die is, wat we doen is, we kijken met 2 objectieven en we kijken met infrarood, dus op meerdere manieren, om te zien of dat het een echt gezicht is. Er is een setting in de terminal dat je die live detectie ook uit kan zetten. Dan kan die zelfs nog iets verder weg, kan die dus gezichten gaan detecteren. Ja. Maar zolang je als je de live detectie aanzet, dan kijk je dus met 2 objectieven en met infrarood of dat het een echt gezicht is. En we hebben onlangs een verzekeringsmaatschappij project gedaan waarbij dus die gezichtsherkenningsterminals zijn gebruikt. En we hebben echt alles geprobeerd om het voor elkaar te krijgen om het systeem te foppen met het uitprinten van foto's, maar dat lukt gewoon niet. Oké, nou, dat is denk ik in ieder geval een geruststelling om te weten dat je niet daardoor ineens zomaar binnen kan komen in een gebouw waar je niet binnen hoort te komen. Ja. We gaan verder naar het volgende onderwerp. Sorry voor de onderbreking. We hebben natuurlijk ook de temperatuurscreening oplossingen. En die zijn in de vorige webinar steeds teruggekomen. Maar we hebben nog niet echt gepraat over hoe we deze nou goed kunnen combineren met toegangscontrole. Ja, we hebben namelijk meerdere terminals die we dus in combinatie met toegangscontrole kunnen gebruiken. Het meten van de temperatuur is natuurlijk belangrijk. Zoals jullie linksonder zien, die terminal die kan je aansluiten op spanning. En voor de rest kan die dan al helemaal kant en klaar zijn. Hetgeen wat die terminal doet, is je naar je gezicht kijken en meten welke temperatuur je gezicht heeft. En op daarvan kan dus het apparaat zelf al communiceren met je dat je bijvoorbeeld je temperatuur te hoog is. Je zou het eventueel, met al die terminals die je nu ziet, zou je het eventueel kunnen combineren met toegangscontrole. En daar ga ik er eventjes dieper op in. We hebben dus 3 verschillende terminals. Eventueel dus plug and play. Maar dan zit er dus voor de rest geen database, helemaal niets in. Dus direct om te communiceren, let op, temperatuur is te hoog. Maar kan dus gecombineerd worden met de gewone toegangscontrole in Excentral. Alle personen toevoegen, in de database zetten. En als je dan en je gezicht zeg maar in de database staat en je temperatuur is goed, dan kunnen we je toegang verschaffen. Nou, zelfs nog een extra optie is om ook nog de mask detection te doen. En dat wil zeggen dat we je zelfs kunnen zien of dat je een masker draagt. En dat eventueel als voorwaarde meenemen voor de toegangscontrole. Het kan zijn, ik heb nu mijn face recognition terminal heb ik nu op 90% staan. 90% gelijkenis. Je kan zeg maar daarin hoger en lager. En ik heb het nog niet helemaal kunnen testen, maar verwachting is dat je ongeveer tussen de 85 en de 90% gelijkenis dat je de terminal dan moet zetten om ook dus met masker nog gewoon goed te kunnen meten. En dus ook dus de gezichten goed te kunnen herkennen. Ja. Dan een kort filmpje. Dit gaat over een
ook een oplossing. Het is een metaaldetector waar we dus een camera op hebben gezet, waarbij je dus door de detector heen moet lopen en je dus ook direct kan zien of je temperatuur te hoog is. Dus aan de hand van lampjes aan de zijkant, hetzelfde bij een gewone metaaldetector, word je erop geattendeerd dat de temperatuur dus te hoog is indien dat het geval is. Dus ook met deze weer op een halve graad nauwkeurig kunnen wij hiermee gaan meten. Ja. Even dus de korte introductie dus voor deze terminal. Die kan je op een standaardje zetten, ongeveer een 1,3 meter is de standaard. En geïntegreerd zit dus die thermische camera in de terminal, zodat we dus de NN functionaliteiten kunnen doen. Nou, tot ongeveer een 2 meter kunnen we je dan gaan detecteren. En in het geval van het dragen van bijvoorbeeld van een masker, als dat het geval is, dan zou je dus ook die functie in de terminal uit kunnen zetten om dus niet op live detection dat te gaan meten. En dan heeft het misschien een hele andere toepassing. Maar dat kan dus wel gedaan worden. Een andere is eentje voor op een poortje. Dus stel dat jullie al een poortje hebben van een andere fabrikant, dan zou je deze terminal daarop kunnen plaatsen en dezelfde functionaliteit kunnen doorvoeren. Dus met een contact van ons kunnen zorgen dat dus het poortje niet open gaat. Ja. Nou, dan zijn we denk ik inderdaad aangekomen aan het einde van de presentatie zelf. Ik denk dat we een hoop nieuwe dingen gezien hebben. Een aantal bekende dingen in de vorm van bijvoorbeeld een radar of een thermische camera of ANPR. Maar hoe ziet dat dan precies in Hikcentral eruit? Een nieuwe functionaliteit in Hikcentral en natuurlijk heel veel over toegangscontrole. Hele handige informatie die we daar hebben kunnen nemen. In ieder geval bedankt voor jouw tijd, Ramon. Bedankt voor jouw expertise. Ik denk dat het interessant is. Nog een vraag, hè? Ja, we zullen inderdaad even gaan kijken. En David of Nico, voel je vrij om even in te breken of er dingen zijn? Nee, ik heb geen openstaande vragen. Wel heel veel... Ja, toch wel opmerkingen over de strandfoto van Ramon. Ja. Ze hebben een weddenschap erop gezet, Ramon. Had je kunnen verwachten natuurlijk, maar verder. Nee, voor mij is alles weer. Er komen nu wel vragen binnen, dus dat is wel leuk om die even te behandelen. Oké, dan gaan we daar even voor in. Kijk, we hebben natuurlijk zelf ook al het een en ander getest over hoe goed is dat nou, die gezichtsherkenning. En ik heb dus even, ben ik gaan graven in mijn eigen foto's. Daar kwam ik dus eentje tegen van 2014. En waar ik nog enigszins recht op sta. Want het is zo, we proberen wel zo goed mogelijk richting de camera te kijken. Ja. Maar het is echt verbazend werkelijk dat je gewoon een 13 kb plaatje, waarop ik 6 jaar nu ouder ben dan op de foto, dat gewoon goed werkt. Dat ik, ja, vind ik heel knap gedaan van ons. Ja, dat is, lijkt me inderdaad een hele sterke. Even kijken. Ik zie een vraag. Hoe kom je aan goed beeldmateriaal ten behoeve van reclame maken hiervoor? Er is veel beeldmateriaal beschikbaar, denk ik zo. Er zijn veel brochures die je op de website kan vinden. Wij hebben PowerPoints waar materialen uitgehaald kunnen worden. Het makkelijkste is denk ik even om, als je al contact hebt met Ramon of een andere accountmanager, stel even die vraag van stuur mij wat materialen toe. Heb je nog geen contact met iemand, stuur dan even een mailtje naar info.bnl@hikvision.com en dan gaat iemand even contact met jou opnemen en die zorgt dan dat die materialen naar jou toe komen. Zijn er ook API's beschikbaar? Ja, API's zijn beschikbaar voor zowel de terminals als voor Hikcentral. We hebben een SDK en een API. Dus je kan ook integreren met één van beide of met beide. Oké. Duidelijk. Is er ook een liftmodule in het toegangscontrolesysteem? Ja, er is ook een liftmodule beschikbaar. En dat is bij net dus inderdaad op welke etage dat je mag komen. Die knoppen worden gewoon vrijgegeven. Laat ik zeggen, in de liftmodule, daar worden dus de contactjes geschakeld van waar je rechten toe hebt. Okay. Ramon, wat is de status van Deskfire? Ik krijg hier de vraag of we nog steeds op MyFair blijven. Ja, we hebben nu de MyFair Classic. En we gaan komen met MyFair Deskfire. Maar ik durf nog niet helemaal te zeggen wanneer. Ik verwacht dat het dit jaar is, maar ik durf niet te zeggen wanneer. Oké. Okay. Dat komt er wel aan. Goed om te weten dat het eraan komt. Dat is wel zo belangrijk, denk ik. De liftmodule vragen over de dame op de foto rechtsonder. Ik weet niet precies wat je bedoelt. Bedoel je Nico?
MyFair Happy's horen we graag. Kunnen er ook pasjes van andere leveranciers gebruikt worden in verband met eventueel vervanging van een bestaand systeem? Dat kan zeker, maar ik raad altijd aan, laat ons eventjes testen. Stuur eventjes 3 pasjes op, dat we even kunnen controleren of dat we dezelfde leestechnologie gebruiken en dat ze ook dezelfde karakters eruit komen. Dus we gebruiken de gewone MyFair Classic lasers. Maar we hebben ook trouwens het andere type laser, de 125 kHz, die wordt al soms gebruikt bij inbraaksystemen. Ook die kunnen we dus lezen met een ander type laser. Lijkt mij in ieder geval heel erg verstandig om gewoon een aantal kaartjes erop toe te sturen en dan kunnen we gewoon even testen voor je. Oké. Ik zie ondertussen geen nieuwe vragen meer binnenkomen. Dus dan gaan we het denk ik afsluiten hier. Zoals altijd wil je op de hoogte blijven van de laatste webinars die we doen of de laatste informatie. Ga dan even naar onze Hikvision Benelux LinkedIn account. Ga ook zeker even naar het YouTube kanaal, daar zal deze video ook later geüpload worden. Ik zie PowerPoint, die inderdaad info.bnl.hikvision.com. Dan wil ik Ramon nogmaals bedanken. Ramon is onze toegangscontrole-expert binnen Hikvision. Die staat op met toegangscontrole en gaat naar bed met toegangscontrole. Dus hebben jullie vragen, wil je hier meer over weten? Stuur hem zeker even een mailtje of zoek hem op. En hij kan jou ongetwijfeld verder helpen. Dan dank ik alle kijkers voor hun tijd ook natuurlijk. We zijn ietsjes uitgelopen denk ik weer door de Q&A-session nu. Maar ik hoop dat iedereen wat heeft geleerd, dat het informatief is geweest. En we verwelkomen jullie graag volgende week woensdag. Let op een andere dag deze keer, smiddags om 3 uur terug. En dan gaan we nog een keertje praten over die temperatuurscreening oplossingen. Nieuwe producten die er zijn binnen die oplossingen. Milestone die is van de partij om te praten over de integratie tussen Hikvision en Milestone. Waaronder dus die temperatuurscreening producten. En Fred Streefland, dat is onze nieuwe cybersecurity director voor EMEA, maar is ook privacy en GDPR expert. En die gaat wat vertellen over hoe je nou temperature screening in kan zetten en toch GDPR compliant te werk kan gaan. Dus ik denk dat dat hele interessante informatie is om te hebben. Oké, lang verhaal kort. We zijn klaar en ik nodig jullie graag uit voor volgende week. Iedereen bedankt voor het kijken. Oké.